tientallen tonnen plastic bekertjes, kartonnen treetjes, flessen wijn, flesjes schrobbelair, plastic zakjes en weet ik wat al niet meer. Het was vanochtend een flinke troep op de kermis na de Roze Maandag. En dat is eigenlijk iedere ochtend zo. Maar voordat de kermis opengaat is alles weer spik en span. Mede dankzij de mensen van de Diamantgroep. Bij mij aangeschoven van de Diamantgroep is Jan Zoontjes. Ja, u en uw collega's zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de kermis iedere dag, hè? Ja, wij beginnen elke morgen om 7 uur. Vertrekken wij van ons onderkomen en dan gaan we naar de kermis. Met ongeveer 25 mensen. En dan gaan wij alles weer netjes maken. Ja, en de mensen achtergelaten hebben. Ja, en over hoeveel afval hebben we dat? Hoeveel kilo per dag? Als je een gemiddelde hebt, dan praat het ongeveer over 8, 9 ton per dag. En als je heel de kermis rekent, dan straks met opruimen, zit je ongeveer aan de 110 ton. 100, ik heb geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen. Als we dat in containers gaan stoppen, heeft u enig idee? Dan stappen wij in containers. Er zijn hele grote containers, die doen wij bij Brabants Afvalteam, doen wij die volmaken. En dan praat je over een container of ik denk 4, 5. En dat is toch een heel... Maar dat is allemaal dan wordt het allemaal samen geperst, ja, in die containers? Ja. Dus echt, het is een gigantische berg, ja, gewoon. Van één kermis. Van één kermis, ja. Jullie verwerken het afval niet zelf. Jullie doen alleen het opruimen, toch? En jullie werken samen met het Brabants afvalteam. Wij werken samen met het Brabants afvalteam. En het verwerken doen wij niet zelf. Wij doen het afval opslaan en, bij het Brabants afvalteam. Daar wordt het dan in de containers gedaan. En dan wordt het naar een bedrijf in Veldhoven gebracht. En die zoeken het, die doen het weer helemaal scheiden. Die doen alle blikjes en plastic en glas allemaal weer scheiden. Ja, dat wordt uiteindelijk ook echt wel gerecycled door hen. Ja, dat kun je hier op de kermis niet doen, want dat is best niet doen. Maar daarheen wordt dat wel weer gedaan. Achteraf recyclen, ja, zodat het toch kan gebeuren. Ja. Hartstikke mooi. Wij zijn vanochtend, tenminste ik niet, maar gelukkig, maar mijn collega's vroeg opgestaan om even mee te kijken naar hoe dat er nou uitziet. Ja, Jan, dat is nogal een rotzooi die daar even wordt opgeruimd. Hoe laat beginnen jullie 's ochtends? We beginnen 's ochtends om 7 uur. 7 uur starten wij, rijden wij naar het kermisterrein toe, dus goed 7 uur zijn wij. En met hoeveel man zijn jullie dan? Wij zijn ongeveer met 25 mensen van die mandgroep en de Brabants afvalteam zijn ongeveer met 5 mensen. Dus 30 man totaal? 30 man en dan hoe lang ben je bezig? Het verschilt natuurlijk per dag, maar net vandaag dan ben ik echt tot half 12, 12 uur bezig, dat alles netjes is. En er zijn ook dagen bij, als slecht weer geweest of minder druk, dan is het een uur of 10:30, 11. En hebben jullie dan ook een harde deadline? Wij moeten eigenlijk om 12 uur, als echt de kermis gaat steeds vroeger open natuurlijk, maar als ik eerst de mensen komen, dan moeten we eigenlijk weg zijn. Ja, en dat lukt ook iedere dag? Dat lukt altijd. Ja, het is morgen denk ik wel zoiets van, dat gaat niet lukken, maar het is tot dan beter altijd al gelukt. Ja. Dus. U werkt al heel lang bij de Diamantgroep. Heeft u wel eens iets heel geks meegemaakt tijdens de kermis, tijdens het opruimen? Nee, dat wordt heel dikst gevraagd, maar echt hele gekke dingen maken wij niet mee. Hetgeen wat we meegemaakt hebben, dat is al eigenlijk best heel lang geleden. Dat is tegenwoordig al een halve tijd natuurlijk. Maar toen lag er op het Hefplein onder de attractie een plastic zak hadden wij gevonden. Met een brief erop in het Engels dat er een bom in zat. Oh. Dus dat was een heel... Heel toestand. Ja. Want toen moest, dan krijg je het afval, het explosie, opruimteam, explosie opruimteam erbij. Ja, dan kwamen ze met robot en zo. En toen is die kermistrein is bijna heel de middag dicht geweest toen. Ja. Maar dat is allemaal heel lang geleden. Uiteindelijk niks aan de hand, gelukkig. Nee, er was niks aan de hand. Het was gewoon net, maar dat weten we ook niet. Gelukkig. Gelukkig. Jan Zoontjes, dank je wel voor je komst in de studio. Morgenochtend weer vroeg op? Morgenochtend heb ik een vrije dag ervan. Oh, zomaar. Ja, morgenochtend heb ik een vrije dag. Eén keer op vrijdag, maar daarna gewoon weer vroeg op. En dan weer zo erop, ja. Dankjewel voor je komst.